Hallo, leuk dat je kijkt. Dit is de week van 538. Ja, wat ben je lang in het echt. Ja, en jij lelijk. Ongelooflijk. Wat zeg je nou? Nee, sorry, zeg. Dat meen ik wat niet. Wat zegt hij nou toch weer voor gekke dingen? De week van 538, nou, dit soort dieptepunten dus, die kom je allemaal tegen. Maar er zijn ook genoeg hoogtepunten, zoals hier. En we wensen je heel veel plezier met het kijken. En wil je de volgende niet missen, dan moet je abonneren. Wij zeiden, wat nou als jij de nieuwe bril van prins Bernard zou kunnen krijgen? En wat zei jij toen? Ik zei, nou, dan zet ik hem op. We hebben hem. Ja. Maar de originele, hè? Wij hebben wow. Dus gewoon... Is dit de Bernard bril? Dit is de prins Bernard bril. Was die in dat kleine doos? Ja, maar dit is de uitklapversie dan, denk ik. Wat fijn is, is dat ik zo meteen aan het rad ga draaien met deze nieuwe met bril. Met de nieuwe bril, dit ja. Kan niet meer misgaan. Daar gaat hij. Dames en heren. Ondertussen is al zo afgeleid, want Barend komt er binnen met een bakje milde kwark. Ja. Maar ik denk dat je zo net er eet van vier. Dat zit echt overal op je bek. Is dat zo, ja. Ja. Milde kwark nee. Ook. Vind ik mooi. Dat is echt. Dus bij mij is dat echt een ding hoor. Serieus. Nee joh, maar ik probeer het gezonde te eten. Ik heb geen vorige week mijn zomerkleding pas. Ik past alleen mijn zonnebril nog. Dat is nou net of je de kalklijn van de Arena hebt opgelicht. Ik doe die toiletbril omhoog en ik begin met plassen. En naast mij is een raampje. En ik weet nog dat ik stond te plassen en ik dacht... nou, ik heb nog nooit geplast met zulk mooi uitzicht... want ze wonen mooi aan het water en ik kon de Rijn zien... alles erop en eraan en ik stond daar zo te plassen. En op dat moment hoor ik een beetje geritsel. En er vliegt een kat naar binnen. Er komt gewoon een kat door het raam naar binnen. Er komt een kat door het raam naar binnen. En ik stond te pissen, maar ik schrok zo ontzettend... dat ik echt als een soort waterfontein... Nee! Oh, je hebt het gedaan. Als een fontein in Las Vegas heb ik in die badkamer... Over de handdoeken heen en over de wasbak heen. In de badkuip. In de badkuip. Alles overal. Wat is het meest gênante dat je ooit met Douwe hebt meegemaakt? Heeft hij daar geantwoord? A, de presentatie van al zijn albums. B, hij trekt nogal vaak zijn broek naar beneden op openbare plekken. Of C. B. Mooi dat hij ook klopt. Of C, dat we allebei half bewusteloos in een lift wakker zijn geworden. Ah ja, dat was hem waarschijnlijk. Maar B klopt ook. Maar ik denk C. Je denkt C. We gaan even kijken wat Michael er heeft geantwoord. We hebben wel een keer een gênant moment gehad. Dat we volgens mij allebei half bewusteloos in een lift wakker zijn geworden. Wat? Oh, sorry. De hond. Staat op tafel, de hond schrikt op. Tammy. Ja, nee, dat was een. Geef maar aan mij. Maar je bent laveloos samen met Michael wakker geworden in een lift? Ja, nou ja, jongen, dat gebeurt ons nog allemaal wel eens. Nee. Ik ben serieus enthousiast over deze. Deze is echt wel leuk, namelijk. Vandaag in de aanbieding. Ja, of de lift. Lekker weertje vandaag. Ja, oh ja, dit is ook wel ja. Naar welke verdieping moet u? Frank, ik vraag je gewoon om er nog even over na te denken. Wij gaan er nog even mee doen. Ja, de beste bier van Nederland is gekozen. Dat is La Trappe Triple geworden uit meer dan 400 soorten. En dat bier wordt gemaakt in een klooster. We spraken de monnik, die dit stiekem al een tijdje wist ook. En hij is vooral ook trots op zijn geheim. Dat we het zo goed verborgen hebben kunnen houden... dat mijn collega Thijs die wist. Al 3 minuten voor het geheel en toen heeft iemand uit de school geklapt... en die heb ik een tik op zijn kop gegeven. Ja, zo doen die monniken dat. Ja. Tik op de kok. Ja, kop. Op de kok? Oké. Ja, zit klooster. Af en toe een tikje op het kopje geven. Zeker. Kopje. Vooral mijn kinderen. Jo, ligt er even af. En in India, dit is ook zo'n raar verhaal, het volgende verhaal. In India heeft een vrouw 2 jaar lang rondgelopen met een motorhandvat in haar foef. Dankjewel, Jo. Wat zat er in die vis, jongens? Wat zat er in die vis? De vrouw kwam 2 dagen geleden toch maar eventjes bij de dokter... want ze had zo last van haar buik. Super raar. Het motorhandvat werd ontdekt op de röntgenfoto natuurlijk. De vrouw is geopereerd. Alles is goed gegaan, gelukkig. De artsen vroegen natuurlijk wel eventjes hoe dit nou kon gebeuren. Zij vertelde dat haar man dat een keertje dronken naar binnen had gebracht. Het was niet zo dat de rest van de motor in de reet zat. Hij zegt, oeh, Badr Hari, weet je wel. Maar voor mij is het gewoon een man, 2 armen, 2 benen. Ja. En na de eerste wedstrijd, 2 benen, 1 arm. Dus...
Ja.